Het is halverwege november en dus staan de komende zes weken helemaal in het teken van cadeaus. En daarom wil ik in deze video nog cadeaus gaan bespreken die je of kunt vragen of het natuurlijk cadeau kunt doen. En het zijn allemaal cadeaus om geld mee te besparen, om iets over geld te leren of om je doelen te bereiken in de toekomst. En het zijn verschillende cadeaus van verschillende soorten producten in verschillende prijsklassen. En denk hierbij bijvoorbeeld aan boeken, cursussen of andere producten. Dat gaan we dus bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week drie video's. En vandaag gaan we dus kijken naar cadeaus. Cadeautips die je kunt vragen of die je aan iemand cadeau kunt geven dus. En een van de kijkers van deze video ga ik ook een cadeau geven. Wat dat cadeau is en wat je daarvoor moet doen, dat ga ik in deze video uitleggen. En alle producten die ik in deze video bespreek, daar vind je trouwens ook links van onder deze video terug. Dus ben je in een van deze producten geïnteresseerd, kijk dan onder deze video terug naar de juiste pagina om dit product te vinden. En laten we dan meteen maar beginnen met het eerste product. En dat is een boek genaamd Rich Dad Poor Dad. En dit is een van de boeken die ik een paar jaar geleden ook heb gekocht. Misschien wel een van de eerste boeken die ik heb gekocht. Toen ik me echt bezig ging houden met persoonlijke financiën en dat soort dingen. Het is niet echt een stappenplan. Maar je leert er juist eigenlijk wel de juiste mindset over te krijgen. Wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld als je nu ergens uh, rondfiets of rondrijdt. En je ziet een groot huis met dure auto's. Dan denk je van oh die persoon die daar woont. Die heeft het goed voor elkaar. Die heeft heel veel geld. Die is rijk. Terwijl je misschien na het lezen van dit boek. wel heel anders gaat nadenken over wat passiva en activa zijn. En dat je misschien dan wel gaat denken: van oh, iemand die daar woont. die heeft waarschijnlijk heel veel schulden. die heeft heel veel verplichtingen in de komende jaren. Dus je gaat eigenlijk over hetzelfde principe. hetzelfde huis, hetzelfde auto. ga je heel anders nadenken. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Voordat je bezig bent met beleggen. of gaat beginnen in ieder geval met persoonlijke financiën. is dat je gewoon heel anders na gaat denken over je financiën. Want dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. om uiteindelijk je doelen in de toekomst te gaan bereiken. En het is dus niet echt een stappenplan wat hierin beschreven wordt. Maar meer juist die mindset krijgen. Dat je na gaat denken over. wil je altijd maar werken voor je geld? Of wil je uiteindelijk ook het geld dat je hebt laten werken voor jou? Um, hoe kun je dat bereiken? Wat moet je er doen? Waarom is het interessant? Want het is vaak ook nog eens um, heel erg belastingtechnisch interessant. Om vermogen eigenlijk belast te hebben, wat veel lager belast wordt dan uh, inkomen bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal dingen die je indirect eigenlijk uit dit boek leert. En er zijn dus twee versies. Je hebt deze Engelstalige versie, Rich Dead, Poor Dead. Je hebt ook een Nederlandstalige versie, Rijke Pa, Arme Pa. Net een beetje waar jouw voorkeur bij ligt, wat makkelijker leest voor jou. Maar beide van deze boeken zal ik trouwens onder deze video linken. Het tweede product dat ik wil gaan bespreken is de Purpose Planner. Uh, de versie van 2021. Ik heb hier bijvoorbeeld de versie van 2020. Die heb ik eind vorig jaar gekocht. En het is eigenlijk een soort van agenda, een planner. Uh, aan de ene kant als je op de prijs gaat letten, misschien een beetje prijzig. Maar ik denk juist de waarde die je eruit haalt, dat dat veel meer waard is op de lange termijn dan het geld dat die nu kost. Deze planner is zeker interessant als je voor het komende jaar jezelf doelen wilt gaan stellen. En ook die doelen wilt gaan bereiken. Want daar heb je uiteindelijk natuurlijk een planner bij nodig om daar structuur in aan te brengen. En dat is dus eigenlijk ook wat je krijgt met dit ding. Je krijgt eigenlijk structuur in je planning. Je gaat vooruit plannen. Dus je gaat zeggen: wat wil ik bereiken? Wanneer wil ik dat bereiken? En hoe ga ik dat bereiken? En naarmate je de tijd vordert, ga je ook reflecteren. Dus beoordelingen geven over jezelf over wat je de afgelopen tijd hebt gedaan en wat je eventueel daarvan kunt leren weer in de toekomst. En aan de ene kant is het dus nu eigenlijk een planner die je moet helpen in het komende jaar. Maar wanneer je misschien over enkele jaren of tientallen jaren je doelen hebt bereikt, dan is het eigenlijk een soort naslagwerk waar je altijd terug kan kijken van wat heb ik op dat moment gedaan, waarom heb ik het op dat moment gedaan. En dat heeft er dus voor gezorgd dat je misschien op dat moment uiteindelijk wel die doelen hebt bereikt. Dus niet alleen leuk voor nu of makkelijk voor nu, maar juist leuk voor later om terug op te kijken. En dan gaan we door naar het volgende product en dat is de dopperfles. Ik denk bij heel veel mensen wel bekend. Maar ik heb laatst een video gemaakt over geld besparen. En een van de manieren waarop je makkelijk... Misschien ook wel vaak en veel geld kunt besparen. Is bijvoorbeeld met een dopperfles door zelf je water mee te nemen. Want water wat je onderweg koopt in de supermarkt is tot wel 440 keer duurder dan kraanwater bij je thuis. Dus um, ik denk zeker in Nederland is kraanwater gewoon heel erg goed. Dus waarom zou je niet investeren in bijvoorbeeld deze fles om op lange termijn heel veel geld uit te sparen. En ondertussen het milieu nog te helpen. Want je hebt natuurlijk minder plastic fles omdat je telkens dezelfde plastic fles opnieuw gebruikt. En over drank of drinken gesproken. Oh, <laughs> yeah. Ook het volgende product heeft daarmee te maken. Want een goed koffiezetapparaat. Een goed koffieapparaat is vaak een goede investering. En dan wel eentje bijvoorbeeld. waar je zelf de bonen in kunt doen. Dat zorgt ervoor dat je versere koffie hebt. Lekkerdere koffie. Maar zeker ook goedkopere koffie. De meeste mensen maken tegenwoordig wel gebruik van. koffiepads uh, of koffiecups. Maar zeker bij cups ga je vaak al tussen de 50 tot 60 cent. voor een kop koffie betalen. Een goed koffieapparaat is steeds populairder. Maar is natuurlijk wel. een flinke investering vooraf. Ik ga zo uit. Van van de 400 tot 900 euro voor een koffieapparaat. Maar dan heb je na de hand natuurlijk wel telkens stukken goedkopere koffie. Want zoals gezegd... Eerst met koffie, cups is bijvoorbeeld 50 tot 60 cent. Nu zakt dat een heel groot gedeelte. En zeker wanneer je nu de komende tijd misschien nog wel veel thuis werkt... regelmatig koffie drinkt... dan heb je eigenlijk zo'n apparaat misschien wel binnen twee jaar terugverdiend. En is misschien dit wel een goede investering... om niet langer 60 cent voor een kop koffie te betalen... maar juist zelf thuis die 20 cent iced koffie te maken... net zoals Graham Steffen doet. Want dat is denk ik toch het doel van iedereen... die met persoonlijke financiën bezig is. Maar dan door naar het volgende product. En dat is de beleggers training... Een Training die ik samen met Tim heb gemaakt enkele maanden geleden. Juist omdat er heel veel vraag was vanuit onze kijkers van hoe kan ik eigenlijk stap voor stap een plan maken? Hoe kan ik beginnen met beleggen? Nou, daar hebben we dus deze training voor gemaakt. Meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal, een exclusieve community, maar ook zeker uh, exclusieve tools die daarbij zitten. Tools om bijvoorbeeld snel vijf aandelen met elkaar te vergelijken en snel de financiële data daaruit uh, voor, ja, overzichtelijk voor je te krijgen. En we hebben de laatste maanden al heel veel tevreden klanten. Um, het is echt een investering voor de toekomst. Een investering in jezelf. Het is een training die zichzelf snel zou moeten terugbetalen. Juist omdat je begint met een goed plan. En veel voorkomende fouten juist niet hoeft te maken. En het is ook een training die eigenlijk nooit in de aanbieding komt. Maar het zou zomaar kunnen dat bijvoorbeeld volgende week rond Black Friday er wel in één keer een aanbieding is. Dus lees je alvast goed in. Kijk wat deze training te bieden heeft. En wie weet. Als er dan misschien wel eens een keer een aanbieding komt, kan jij daar snel van profiteren. En even snel tussendoor, vind je het nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien, abonneer je dan op het kanaal. En als je toch bezig bent onder deze video, laat er ook zeker een reactie achter met misschien wel suggesties voor de cadeaus of in ieder geval feedback op deze video. Maar gaan we nu wel verder met het volgende cadeau. En laten we dan even gaan kijken naar de producten van Joël Beukers. Want de laatste tijd krijg ik erg veel reacties of comments of vragen over bijvoorbeeld deze pet. Of eigenlijk deze pet moet ik zeggen. Met die goudbare. Sinds vandaag heb ik ook de gouden buffel. Um, dat zijn producten die toevallig heel goed bij mijn kanaal passen. Een paar maanden geleden was ik bij Joël Beukers op bezoek. Um, ja, toen kwam ik die petten en zo tegen. Toen dacht ik, hey, dat zijn eigenlijk producten zoals goudbare of juist... De gouden stier eigenlijk van Wall Street, die eigenlijk stiekem wel best goed bij mijn kanaal passen. Het is natuurlijk ook heel makkelijk met heel veel thuiswerken. Het snel tussendoor deze video's opnemen. Ik ga niet telkens mijn haar doen, dus je bespaart ook nog shell of shampoo misschien wel. Maar daar doe ik het niet voor. Ik vind het gewoon heel erg toepasselijk bij mijn kanaal. En heel veel mensen vragen er ook van, waar komt die pet vandaan? Nou, die komt dus eigenlijk uit beukerschout.nl, de webshop van Joël Beukers met zijn eigen merchandise. En misschien vinden jullie het ook wel interessant om merchandise van dit kanaal te hebben, een passief inkomen. Wie weet, iets voor in de toekomst? Laat in ieder geval weten, als dat zo is, in de reacties. En wie weet, kan ik volgend jaar dan ook zelf wat producten aanbieden? Gaan we door naar het volgende product of groep producten die eigenlijk samenhangen met Smart Home. En dan hoef ik het niet per se te hebben over eigenlijk die dure Philips U-lampen zoals ik hier in deze studio heb. Dat is vooral leuk voor op beeld. Het is ook een zakelijke uitgave, dus dat maakt het ook wat interessanter om het te kopen. Persoonlijk zou ik het niet zo snel doen, maar denk bijvoorbeeld wel aan LED-verlichting. Dat, uh, ja, dat heeft gewoon heel veel besparing, vaak tot wel 90% ten opzichte van andere verlichting. Maar wat ik eerder bedoel met Smart Home zijn bijvoorbeeld slimme producten zoals een thermostaat. Een thermostaat staat die je heel goed af kunt stemmen op, op jouw behoeftes, wanneer je thuis bent dat dat automatisch samenwerkt met je telefoon of dat je juist een heel goed schema kunt instellen, want juist met een slimme thermostaat en een goed schema kan je snel al 15% per jaar op je kosten eigenlijk besparen op je gasverbruik of op je stookkosten en op die manier kun je het dus ook al heel snel terugverdienen. Let er wel goed op welk product, welke slimme thermostaat bij jouw CV-ketel past en dus daarmee goed samenwerkt. Er zijn heel veel aanbieders en er zijn ook heel veel andere slimme producten. Maar weeg wel een beetje af, is het ook echt iets waard? Levert het iets op? Want slimme verlichting zoals deze levert niks op, terwijl een slimme thermostaat wel iets op kan leveren. En als je dan veel dure apparatuur hebt, kan ook een slimme stekker of in ieder geval een eentje met overspanningsbeveiliging uh, helpen. Dat zorgt ervoor dat pieken in het stroomnet niet je apparatuur beschadigen. Ook ik heb die verschillen die hier op, op mijn uh, studio zitten bijvoorbeeld bij deze computers, maar ook bij elk van de camera's of bij mijn laptop, omdat er eigenlijk toch al vrij snel vaak voor duizenden euro's in een stopcontact zit geplukt en daarmee bescherm je eigenlijk je apparatuur. Komen we aan bij het volgende product en dat is wederom een training, maar niet een training van ons, maar juist van Madelon Vos. Misschien wel beter bekend als Miss Bitcoin. Al gebruikt ze volgens mij tegenwoordig die naam niet meer. Ze heeft natuurlijk wel nog steeds haar eigen YouTube kanaal, waar ze trouwens de laatste tijd met Madelon navigeert, erg veel leuke, interessante video's maakt, met heel veel interessante gasten. En Madelon praat dan vaak over de brede economie, eigenlijk. Bijvoorbeeld het bankiesysteem, maar zeker ook crypto. En ze is zelf ook docent technische analyse aan de Hogeschool van Amsterdam. En ze doet nog veel meer andere dingen. Maar op haar website heeft ze twee cursussen staan: de eerste is een crypto-cursus van bijna drie uur lang, waar je eigenlijk alles leert over bitcoin, de blockchain. Hoe je crypto veilig opslaat. en zeker ook hoe je daar geld mee kunt verdienen. En zeker dat is interessant, want we zien Bitcoin op dit moment. weer richting die all-time high gaan. van 2017: van ongeveer 20.000 dollar. Dus het is zeker interessant. Om eventueel een kleine positie daarin te nemen. Al is het natuurlijk wel met een heel hoog risico. Maar dan is het wel fijn dat je er eigenlijk alles van weet en waar je op moet letten. En de andere cursus is eigenlijk iets breder. Wel richting crypto gericht. En dat gaat over de technische analyse. Uh, ook wij hebben in onze cursus trouwens een onderdeel, een hoofdstuk over analyse. Zowel de fundamentele als de technische analyse. Maar dat is maar enkele video's en een enkel hoofdstuk. En dit is een training die helemaal gaat over de technische analyse en hier leer je dus eigenlijk alles over grafieken, hoe ze werken, welke koersbewegingen er zijn, welke indicatoren en patronen er zijn. En zoals gezegd, hij is gericht op crypto, maar zeker op andere dingen ook toepasbaar. 21 lessen en bijna 4 uur aan beeldmateriaal. En lees ook zeker even de reviews, want daar haal ik vaak zelf natuurlijk, als ik iets koop, ook heel veel informatie uit. En ik zie hier heel veel positieve reviews. En mocht je nou geïnteresseerd zijn, we hebben ook een kortingscode. Maak ten eerste gebruik van de link onder deze video en dan in combinatie met de kortingscode KORTING10 om ook nog eens 10% korting te krijgen op deze cursussen. En daarmee komen we aan bij het laatste product van deze video. En dat is het boek Plontjes beleggen beter van uh, Janneke Willemsen, bekend van RTLZ. Ook ik heb het boek hier voor me. Uh, heel erg leuk boek waar je heel veel leert. Eigenlijk ook heel breed. Eigenlijk voor iedereen die wil beginnen met beleggen. Uh, wat is beleggen? Uh, welke producten zijn er? Als bijvoorbeeld aandelen of ETF's. Ook een beetje richting crypto. En nog veel meer informatie ook zeker. Eerste stappen die je kunt nemen en waar je op moet letten. Echt gericht ook een beetje richting de beginners. Zeker een aanrader, want het is eigenlijk heel makkelijk te lezen. Het leest eigenlijk heel luchtig, over een toch wel best wel. Uh, ooit wel spannend uh, onderwerp, zeker als je wilt gaan beginnen met beleggen. En je kunt dit boek natuurlijk bestellen via bol.com via de link onder deze video. Maar dit is ook het product, het cadeau, wat ik eigenlijk aan een van mijn kijkers wil weggeven. Dus de meest leuke, originele, behulpzame comment onder deze video, die krijgt dit boek. Het is gesigneerd door Janneke Willemsen. Dus het staat ook uh, gericht aan de beste kijker van een passief inkomen. Dus een uniek boek. En uh, zoals gezegd, één van jullie maakt er kans op. In de komende week ga ik kijken naar de leukste, meest behulpzame of originele comment en daar ga ik contact mee opnemen en dan stuur ik zo snel mogelijk dit boek naar je toe. En ben je niet de winnaar van dit boek of wil je één van die andere producten uit deze video kopen, zoals gezegd alle informatie vind je terug onder deze video. Daar staan alle producten nog een keer genoemd en er staan ook alle links naar deze producten. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je een leuke, interessante video vond. Dat je er wat tips uit haalt. En dan heb jij zelf nog tips? Laat ze dan weten in de reacties onder deze video. En zoals gezegd, de leukste of de meest waardevolle reactie. Die ga ik dat boek van Janneke Willemsen cadeau geven. Vond je het nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt het YouTube kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Ik maak elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.